Het eerste Fastnet-station. Ik ben er. Eens even kijken of die het al doet. Ik heb afgesproken met BNR Nieuwsradio om eens even te zeggen van wat ik ervan vind. Nou, ik ben bijzonder blij dat we dat hebben. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Lekker vrolijk met allemaal zonnecellen op het dak. Ik denk niet dat alle energie hieruit gaat komen, maar... En ik ga eens even kijken wat voor apparatuur ze hier bij nou staan. Bart Lubbers, je bent hier de gastheer en je bent ook degene die het verzonnen heeft. ABB staat hier. Voor de Duitse auto's die vanaf nu op de markt gaan komen. Die zijn er eigenlijk bijna nog niet, hè? Want ze komen eigenlijk pas volgend jaar. BMW i3 en dat soort dingen. Ja, BMW i3 begint nu te komen. Er zijn nog een stuk of 10 in Nederland. Maar dat begint komend jaar op stoom te komen. Maar... Komen er per maand? Ik denk een stuk of 200. En als je zoals ik gereden hebt 53.000 kilometer in een Nissan Leaf, dan ken je deze doos als een hele fantastische, de ABB Fast Charger. Bijzonder is, wat ik iets aan heb met mijn Tesla Model S, is deze. 32 ampère, 400 volt. En hier kan ik met mijn Tesla Model S kan ik 100 kilometer per uur laden. Nog niet de snellader van Tesla, maar ik kan in ieder geval vooruit. De gast hier van vandaag, Bart Lubbers, die eigenlijk dit allemaal heeft veroorzaakt. En Bart, ben jij net zo enthousiast over elektrische auto's als je vader? Ja, zeker ben ik net zo enthousiast. Want ik had het geluk om al een aantal jaar geleden naast mijn vader in een elektrische Golf te zitten. Dat is een omgebouwde auto. Maar nu rijd ik in een massaproductieauto, een Nissan Leaf. Nou, volgens Vincent wordt u rijk. Wordt u een rijk man? Nou, ik denk dat iedereen die hierin gelooft, in ieder geval een rijk man kan worden, maar ook een gezond man. En dat Nederland er een stuk beter van wordt. Ja, dankjewel. Oké. In Amsterdam-Noord is Pand Noord waar heel veel innovatieve start-ups zitten. En een daarvan is Fastnet. In dit pand worden 200 snelladers voorbereid langs de snelweg. Hier op het kantoor worden 200 bouwprojecten voorbereid. En hier bij Bart Lubbers, een van de oprichters van Fastnet. En Bart, 200 fastladers, snelladers, waar gaan die komen? Overal langs de snelweg. Waar je nu kan tanken, kan je straks ook laden. Oké, nou kijk, hier zie ik het netwerk van Fastnet. En ik zie dat hier rondom het oosten van het land, zie ik hier in 2013, zie ik een stuk of hoeveel zijn dit er? Ja, we hebben er nu 4 klaar. Ja. En we plannen er nog een stuk of 5. En die moeten dan, nou, ik denk begin volgend jaar klaar zijn. Okay, hier zien we dus 2014. Nou, dan wordt het al, dan komen er 100 bij zo te zien. En dan 2015, nog een keer 100. Nou, dan is het echt gewoon een sterrenstelsel, zeg maar... Dus uit hoeveel locaties hebben jullie nu langs de snelweg? We hebben 200 locaties en daar hebben we de concessie voor 15 jaar. En dan gaan we in de komende 202 jaar gaan we daar die stations op bouwen. Oké. Nou, vanochtend was ik bij het station zelf. Hier zie ik het als manquette. Het ziet er inderdaad echt precies zo uit, alleen met ander soort autootjes. Mooi, mooie constructie, ziet er leuk uit. En hij heeft ook gewoon een zonnecellen bovenop het dak, dus het liet er helemaal groen uit. Mooie omgevingsfoto's. Bart, hoe werkt dat nou eigenlijk als je op een gegeven moment elektrische auto's... We hebben er nu ongeveer 20.000 in Nederland. Die moeten gewoon een pasje kopen of hoe werkt dat bij jullie? Het is net zoals parkeren in de binnenstad. Je downloadt een app en je betaalt voortaan met de app. Oké, geen pasjes meer? Nee, met als er straks 200.000, misschien zelfs 1 miljoen elektrische auto's zijn... dan gaan we niet met pasjes aan het werk. Dan zijn we modern en dan doen we gewoon een app. Dat kan de andere industrie in de zak steken. Dus we hebben nu 4 van deze dingen. Zijn er vandaag af, 10 zeg maar begin volgend jaar. Hoe financier je dat? Nou, de eerste stations hebben we zelf gefinancierd. Omdat we toch eerst willen laten zien hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Voor de volgende zeg maar 190 stations, daar zoeken we investeerders voor. En we gaan certificaten uitgeven die iedereen kan kopen. Dus van de particulier tot en met de grote investeerder. Ja, ja. Wat kosten die certificaten? We gaan nu uit van een tientje per stuk. Oké. Een tientje per stuk. En hoeveel? Je hebt dus 200 locaties. Wat kost een station? 2 ton. Dus 200 keer 2 ton is 40 miljoen. Ja. 40 miljoen euro, dus dat zijn met een tientje, dan moet je 4 miljoen certificaten uitgeven. Precies, 4 miljoen certificaten. Oké. Nou, dan gaan we even naar 2020. Hoeveel auto's zijn er dan naar jouw inschatting? 200.000. 200.000. Van de 8 miljoen auto's zijn dan 2,5% elektrisch. Dus dat is niet echt enorm agressief. Nee, maar... Het is een nieuwe markt, dus we moeten het allemaal nog zien. Maar dit is de voorspelling. Ja. Hoe vaak komen die auto's bij jouw netwerk langs? 1 keer per week.
Wat kost een gemiddelde tankbeurt? Een tientje. Okay. Dus ongeveer 2 miljoen omzet tegen die tijd per week. Dus 100 miljoen per jaar. Klopt precies. Ja. Okay. En, dan is dat, en dat is voldoende om een goed rendement te geven op die 40 miljoen investering? Ja, daar gaan we wel vanuit dat we daarmee de investering weer kunnen terugverdienen. Wat zijn de grote knelpunten nog met elektrisch rijden? Wat zie jij nog aan de horizon? Nou, de knelpunten zijn dat je locaties nodig hebt. Die hebben we. Voor de locaties heb je weer vergunningen nodig. Van de overheid, gemeentes en alles. 6 weken ongeveer? 1,5 jaar, alles bij elkaar. 6 weken, dat is heel optimistisch. Ja. Maar dit is gewoon een vergunning. Je hebt 2 vergunningen nodig van Rijkswaterstaat en van... Je hebt al een concessie en dan moet je nog een vergunning hebben. En dat duurt nog een keer 6 maanden. En dan nog ook lokaal nog een keer 6 maanden. En dan moet je nog die draadjes hebben die ze trekken. Daar ben je ook weer een paar maanden mee bezig. Ja, de netaansluiting is nog een keer 18 weken. Nou, dat hebben we nu met veel sleurwerk hebben we dat teruggebracht naar 16 weken. Maar dat is wat wij rekenen. Een doorlooptijd van 1,5 jaar. Okay. Ongelooflijk. En dan hoe lang duurt het bouwen zelf van dit station? 2 weken. Ja, dus dat ik wel je leert wel de paarse krokodil kennen van Nederland. Ja, het is letterlijk zo dat op momenten dat hier de bouwvergunning in de bus valt, dat 2 weken later het station er staat. Ongelooflijk. Oké, vanavond opening. Gefeliciteerd. Dank je. The architect of this beautiful station is Maria Garcia. Maria, why did you make it like this? Well, we wanted a new design for the stations, completely different from the image of a gas station, and we want something aerodynamic, which is sustainable, which is a new image, and we have solar energy, so it's also part of the design. Yeah, and you can build it unbelievable fast. Eh? Is it also in the design? Yeah, we have to build as quick as possible, and we are able to build this in 2 weeks. And it's more the IKEA box that you can go there with all the pieces and mount it as quick as we can. When did you design this? How long ago did you design this? Yeah, we started 1 year ago, and it's we are improving the design, but it's going quite quick, I think. Yeah, 2 weeks. It looks beautiful. Thank you. Christian, je hebt al die vergunningen zeg maar voor elkaar gekregen. Is dat gewoon een snel en eenvoudig werk? Het is per gemeente verschillend, ook al doen we het 200 keer. Elke gemeente kijkt weer op zijn eigen manier naar het hele vergunningstraject. Lijkt me een uitdaging. Het is een hele grote uitdaging, maar gelukkig zijn er heel veel gemeenten die enthousiast meewerken. En naast problemen ook met creatieve oplossingen komen. Ja. Maar je hebt dus 200 verschillende manieren om vergunningen te verzinnen. Nou, elke gemeente die heeft andere afdelingen die daar kritisch naar kijken. Dus zo kijkt de ene gemeente bijvoorbeeld naar archeologie. Een andere gemeente kijkt naar klein cultuurlandschap. Weer een andere gemeente vindt de welstand erg belangrijk. En zo wordt per gemeente over verschillende dingen soms wat langer vergaderd. Oké, dank je. Joost, jij bent bezig met de bouw van al die stations. Als je nou kijkt naar elektriciteit bestellen, is dat gewoon bestellen en 3 weken later hebben ze die kabel gelegd? Was het maar zo simpel. Het hele proces van aanvraag en offerte, tekenen offerte en uiteindelijk stroomlocatie duurt ongeveer 18 weken. 4,5 maand. En hoe lang is het werkelijk het trekken van de kabel en het aansluiten? 1 dag. Ze zijn 1 dag op locatie bezig met het trekken van de kabel. Het proces daarvoor duurt dus bijna 4,5 maand. Is dat de ultimate paarse krokodil? Naar mijn idee is dit de ultimate paarse krokodil, ja. Dus als we dat een beetje zouden redesignen, het proces, hoe lang zou het dan mogen duren? Nou, naar mijn idee kan dit binnen 6 weken een proces of een aanvraag en een doorloop staat wettelijk 6 weken voor. Dus ik denk dat het naar 6 weken kan plus 1 week bouwen. Dus dan zit je op 7 weken. Oké. Maakt het nog uit of je bij Liander of bij alle andere suppliers bent? Nee, het is wettelijk 18 weken. En helaas nemen ze er allemaal 18 weken de tijd voor. Dus misschien moet het in de wet aangepast worden dat het naar 7 weken moet. Ik denk namelijk dat het dan prima naar 7 weken kan.